op deze dinsdagmorgen, zo tegen de middag, op deze tweede kerstdag, openen wij de Heilige Schriften, Gods heilige en onfeilbare woord, en wel wederom, en nu vanuit een gedeelte, vanuit het Oude Testament, bij de vervolgserie van Hooglied. Hooglied en daarvan het derde hoofdstuk. En met de bede in het hart om hulp en wijsheid van boven wensen wij een ogenblikje bepaald te worden bij de bruid die zoekende is gemaakt uit loutere genade naar haar liefste. Haar liefste, zoals een Salomo heeft mogen beschrijven, daar in de 10e eeuw voor Christus, en waar hij de bruid in haar zwartheid, in haar onderkenning van zonden en misdaden daar beschrijft. De bruid die immers uit soevereine genade is opgeraapt van het vlakke des velds waarin zij vertreden lag in haar geboortebloed. Het is immers de trekkende liefde van de bruidegom geweest, de trekkende liefde des vaders, de trekkende liefde van haar liefste, die haar eerst heeft lief gehad om haar juist vanuit die zondigende, walgende staat waarin zij leeft, om haar in die nacht van haar verlorenheid haar op te zoeken. Maar nu, zij zocht des nachts op haar leger, op haar bedstede, haar liefste, hem die haar ziel lief heeft. Maar zij vond hem niet. De bruid, zij onderkent zich als een zwartachtige die door de zon is beschenen. Zwart vanwege de zonden en de misdaden. Zwart gelijk de tenten van Keder. Zwart gelijk de gordijnen van Salomo, zoals wij in de vervolgserie hebben gehoord. Zwart, doch, liefelijk. En in dat woordje doch horen wij dat eeuwige maar van Gods eeuwige welbehagen over een gans verloren volk, doch van eeuwigheid bemind en in de tijd gewederbaard door de opzoekende liefde Gods, door zijn geliefde Zoon, in de welke hij al zijn welbehagen heeft. De bruid, hier des nachts, in de nacht van strijd en zorgen op haar legerstee, zij is zoekende gemaakt naar hem die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En in die eerste zinnen wordt dat een aantal malen beschreven. En daarin zien wij dat uit haar geen vrucht is in de eeuwigheid. Maar zij is door loutere genade ondertrouwd. Door de bruidegom. En ze zijn verbonden. Zo heeft een Salomo dit hier zo mogen optekenen in dit korte Bijbelboekje van Hooglied 3. Maar er zit zoveel rijkdom in, ook in tijden van nu, waarin wij herdenken dat Christus zijn volk heeft opgezocht. Uit eeuwige zondaarsliefde. Zo lief had hij zijn beminden. En hij heeft hen opgezocht. Hij geeft zijn schepping niet op. Nog zijn lof of zijn eer aan de gesneden beelden,
of van hout of steen, die wachtertjes, met een kleine letter die hier worden beschreven, zij kunnen die bruid niet helpen. Als zij daar haar liefste gaat zoeken, des nachts, in de wijken, in de straten, in de stad, en als ze daar komt bij die wachters, ze zal misschien een hoopje hebben gehad, maar nee, die wachters konden haar niet helpen. Die wachters, waarvan onze kanttekenaren schrijven, het zijn honden die niet kunnen bassen. Wachters, met een kleine letter. Naamwachters. Wachters, wat is er van de dag? Die wachters die daar gesteld zijn, zij weten het niet. En als zij vragen naar de Christus, zo moeten zij stom blijven. Zij zijn stomme honden. Jesaja 56:10. Zij kunnen niet bassen. Of men kan niet door de wachters verstaan, de groten en de wijzen deze wereld. Dus denk aan de regering die het zwaard recht moet hanteren. Maar ze handhaven dat zwaard niet recht. Gelijk die onrechtvaardige rechter en die vrouw, waarmede hij niet uit de voeten wist te komen. En uiteindelijk toen die vrouw daar bleef aanhouden, zo werd zij geholpen. Die bruid hier het Hooglied is niet afwachtend. Ze blijft niet in die nacht op haar leger daar liggen, nee, juist in die diepe donkere tijden heeft ze haar liefste nodig. Ik zocht hem. Maar toch zien wij daar dat oprechte geloof, wat eerder in haar hartje was geplant, opveren. Want zij is eerder gewijd in die grazige weide van Gods woord. En ze is als een duifje bewaard in de kloven der steenrots, in een steile plaats. Toon mij uw gedaante, zo heeft zij eerder uitgeroepen. En eerder heeft zij uitgeroepen, ik ben zwart, doch lieflijk. Doch, dat eeuwige maar. En zij is in die bergen van Beter, als een welpje, bewaard. Tegen de vijandelijke inslagen van de vorst der duisternis. Zij heeft het gehoord, die stem haar liefste, maar ze verlangt weer om in de gemeenschap met hem te verkeren. Zij die haar ziel lief heeft, daar is die ontvlamming, daar is de Heilige Geest in haar hart zo gekomen dat het vol is. En nu is een vingerhoedje vol, en nu is een beker vol, en u is een grote schaal vol, en vol is vol. Uw naam is een olie, en uw naam is voor het oprecht gemoed, van al uw gunst, volk, goed. Ze kon het niet vinden bij de leraars die zelf die mantel hadden omgehangen, en die zelf die preekjas hadden omgehangen. Nee, ze moest door haar liefde, waarmede zij uit genade ondertrouwd was, onderwijs ontvangen, die onder gelijk een Rut, de Moabitische, ook een zwarte, zwartachtig, ondertrouwd, gelijk een Rut aan die weldoener Boas is ondertrouwd, gelijk een Maria is ondertrouwd aan een Jozef.
En dat door de ontfermingen Gods, de ontfermingen die hij heeft getoond na ontvangen genade, maar nu in de nacht van haar verlorenheid, zocht ze hem. In die tijding waar ze verenigd juist moest wezen. En die wachters in de stad kunnen haar niet helpen. Salomo beschrijft hier de bruid. Dat is de christelijke gemeente. Die vanuit de duisternis getrokken zijn tot Gods heerlijk en wonderbaarlijk licht. De bruidegom die met eeuwige ontferming, dat is God door zijn geliefde Zoon, de welke hij zijn eeuwige welbehagen heeft, gelijk het woord getuigt van hem, hoort hem. Hij heeft immers de woorden des eeuwige levens. De bruid is hier in de nacht rusteloos gemaakt, onrustig. Door grote aanvechtingen. Ze kan het niet meer uithouden op haar bed. Maar zij gaat door de trekkende liefde des vaders daar in de stad. Dat is in de gemeente, in de bedeplaatsen. Ze gaat naar de bedeplaatsen. En in de wijken, in de straten. Ik zal hem zoeken. Gelijk die vrouw. Die verloren penning kwijt was geraakt. En ze was ook ondertrouwd. Ze had in de verlovingstijd tegen het huwelijk daar die 10 penningen om haar hals gekregen, ontvangen. Kostbare bruidschat. Maar ze was 1 van die pennings kwijtgeraakt in haar woning. En zij keerde het huis met bezem. En zij ging ook zoeken door de liefde die in haar hart was ontvlamd. Zij moest die verloren penning weer terug hebben. Want dat was immers de bruidschat. Het was niet dat zij zo lijdelijk aan maar afwachtte. Nee, want dat zou koudheid en kilheid teweeg brengen. Diepe verachtering in de genade. Maar nee, zij keert het huis met bezemen totdat zij vindt. Omdat hij zoekt de liefste. En gelijk de bruid onrustig op zoek gaat naar haar liefste. Maar zij vindt hem niet. Nee, zij moet gevonden worden. Zoals ook Matthäus 7 getuigt. Bid en u zal gegeven zijn. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en gij zult open gedaan worden. Waar hij nog kloppende staat aan de deur van ons hart. Doe mij open. En doe mij open, o mensenkind. Waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Totdat het dezelfde lustte. Totdat hij komt. Springende op de bergen. Huppelende op de heuvelen. Dat is haar liefde, hij die mijn ziel lief heeft. Haar klederen misschien wel gescheurd. Zij is ontdaan, zwart, stoffig. Door al het zoeken. En die vrouw die dat huis keerde met bezemen. Toen kwam er ook veel stof op waaien. En zij kreeg het niet neer. Maar toen zij die penning gevonden had. Toen kwam er weer rust in haar ziel.
de bruid in het Hooglied. Zij is daar ook door de trekkende liefde des vaders zoekende gemaakt. En zij hoopt en verlangt naar die onderhoudende gemeenschap, hij die mijn ziel lief heeft. Zo zullen wij ook straks zien dat zij de genade hem mag vinden. Dat is nou soevereine genade. En dat geloof, dat als een walmend pitje daar is in haar hart, dat vlamt op. Als de liefste zelven zich gaat openbaren in en aan haar ziel. Kom, laten wij dat gedeelte lezen van Hooglied 3. Ik zocht des nachts op mijn leger hem, die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zal nu opstaan en in de stad omgaan. In de wijken en in de straten, ik zal hem zoeken die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Ik zeide, hebt gij dien gezien? Dien, staat met een hoofdletter, die mijn ziel lief heeft. Toen ik een weinigje van hem weggegaan was, vond ik hem. Dien die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan. Totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had. In de binnenste binnenkameren van degene die mij gebaard heeft. Dus in de veiligste plaats die ze maar kon bedenken in de binnenste kameren. Daar in de veilige bewaring. Ik bezweer u, gij dochters, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinder des velds zijn, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lustte. Wie is zij die daarop komt uit de woestijn, als rookpilaren berookt met mirre en wierook, en met allerlei poederen des kruideniers. Zie, het bed, staan hier allemaal spaties tussen, dus wij lezen het nogmaals, omdat er een nadruk op zit. Zie, het bed dat Salomo heeft, daar zijn 60 helden rondom, van de helden Israëls, die altemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog. Elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege de schrik des nachts. Dan moeten wij denken aan Psalm 45. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. Dus dat was kostelijk duurachtig hout. De pilaren derzelve maakt hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper, purper, soort fijn lijnwaad. Het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren Sions, de koning Salomo met de kroon, waarmede hem zijn moeder kroonde op den dag zijner bruiloft, en op den dag der vreugde zijns harten. Dan lezen wij nog eenmaal dat vierde vers. Toen ik een weinigje van hem weggegaan was, vond ik hem, die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast
en liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had, in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Willen wij na deze schriftlezing de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over het gelezen woord? Kunnen mocht het zijn ook de opening van onze harten voor dat woord door het dierbare werk van de Heilige Geest. Ik wil een gebedje doen. Zo komen wij deze dinsdagochtend, zo tegen de middag, op deze stralende dag voor uw heilig aangezicht. Waar de zonnestralen hier deze woonkamer zijn binnengetreden. Heere, wilt u zelf als die zonne der gerechtigheid komen in de harten, en als die blinkende morgenster, en als het u beluste dat het in ons hart komt. Heere, de tijd waar wij nu herdenken dat u als het vlees geworden woord in de wereld bent gekomen. Tot de zijnen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel u aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in u geloven. Nu komt het er maar op aan. Of u die gegronde hoop en die oprechte geloof oefeningen in de hart schenkt. Zoals bij die bruid in het Hooglied. Zoals bij die herders in de velden van Efrata, die zich haasten om u, de geboren koning, te zoeken. Om u ook waarlijk te aanbidden. En dat in geest en in waarheid. Leer ons maar bidden. Leer ons maar vragen naar u, de God des groten ontfermens, de God der wijsheid en der kennisse Gods. U die de tere vrezen in de harten wil schenken, in de harten van des konings vijanden. Wilt u met ons zijn? Dan kan weer van alles gebeuren. Ook in dit wereld rond. U weet ook wat er is gebeurd de afgelopen dagen, waar onze eigendommen zijn vernield door jonge mensen, onze poort ingetrapt. Dat niet zomaar één keer, maar meerdere keren. Heere, wilt u ook de zulken die ontfermende liefde schenken in het hart. Waar we na die tijd ook op u hebben mogen vertrouwen. Na die tijd waar we belaagd zijn. Maak ons maar klein onder uw handen. U heeft ons altijd willen doen lijden. En juist in tijden van nood heeft u grote uitkomst willen bieden. Nu, na die afgelopen tijden, hebben wij 3 maal uw woord mogen openen. 3 maal. Wilt u ditmaal ook overkomen? Met ons zijn. Wij hebben het schild en het harnas des geloofs mogen aandoen. Ook in tijden waar we met vurige pijlen zijn belaagd. Wilt u dat schenken weer, die omgodding, zoals wij gelezen hebben in uw woord, om aan te doen de wapenrusting des geloofs. Om volhardend te zijn in het geloof. En nu kan er van alles gebeuren.
maar help ons, leid ons. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Het zal zijn met ieder die in nood is. En u hebt een verstilde adem geschonken in de harten, dat we stil zijn gezet door u. Dan wilt u ook dat vuur des geestes, dat oprechte gemoed, die oprechte gestalte voor u schenken. Daarom onszelf niet in een aangename gestalte voor u kunnen doen komen, maar dat het u behaagt op uw tijd uw Zoon weer aan ons te openbaren. En dat in het gewaad uws woords, in die onderhouding, Heere, uw naam is een olie, dat u die olie des geestes weer schenken, omdat uw specerijen zullen uitvloeien, waarvan we net even gelezen hebben. En dat u ons vindt, de diepte van smarten, de diepte van zorgen en de diepte van zonden, en dat u ons weer daaruit haalt. En dat u komt, u die uw Zoon nog doet scheiden over bozen en over goeden. Zie ons zo aan, de Zoon uw eeuwige liefde. Wilt u zijn met mensen die verstoken zijn van uw woord? Wilt u zijn met mensen die dakloos zijn? Mensen die alleen zijn, ook met deze kerstdagen? Mensen die verstoten, verlaten zijn? Maar wie mij veracht, God wou mij niet verachten, dat ook bij de zulken mocht zijn in de harten. Dat u niet verlaat het werk uw handen, maar dat u zorg draagt. Zorg, wilt u zijn met Israël? Israël die nog steeds in een oorlog is met de terreur, de oproer van Hamas. Waar ook velen gedood zijn, velen gevangen zijn. Maar waar ook gijzelaars onderling tussen Gaza en tussen Israël zijn uitgewisseld, waar er ook weer gijzelaars naar hun eigen land weer mochten wederkeren en daar weer de familieën mocht zien, wilden ze sterken van onder eeuwige vleugelen, van onder eeuwige armen. En hebben wij u veel te vragen, en dan moeten wij belijden heel eerbiedig dat wij het niet verdiend hebben dat u naar ons omziet, maar dat er toch een haasten en een spoeden wordt geboren om ons levenswil. Gelijk als bij die herders, gelijk als bij die bruid in het Hooglied. Onrustig is het hart, zo sprak uw knecht Augustinus. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in u, o God. Omdat u daarin de eer zou ontvangen. De zon daarop het diepst vernederd zou worden. En u verheerlijkt. Verheerlijkt om uw grote, driemaal heilige naamswil. Te zijn met Israël, met allen die uw naam beleiden op moeilijke posten. Wilt u het deksel van de harten oplichten en de schellen van de ogen doen afvallen. Op u de koning, het vlees geworden woord te beleiden, te geloven, een waar geloof te mogen aannemen, de verdiensten van u, geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Te zijn met Oekraïne die al enkele jaren in oorlog is, waar Rusland, de bezetter, is ingetreden. Dat u die oorlog doen ophouden. Dat u velen nog trekken. De koorden van eeuwige liefde naar u toe. U bent de weldoener. Die Boas die omziet naar een zwarte, Moabitische, zondige vrouw. Hebben wij u veel te vragen.
En nu bidden wij het uit loutere genade. Om uw naams wil. In de Heer Jezus Christus willen. Amen. Ik zocht des nachts op mijn leger hem die mijn ziel lief heeft. De bruid uit het Hooglied. Zij heeft die onderhoudende genade juist in die nacht van strijd en zorgen zo nodig. Hem, haar liefste, die haar ziel lief heeft. Bid, en u zal gegeven zijn. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en gij zult open gedaan worden. Het is hier bij de bruid in het Hooglied waarheid geworden in het binnenste. Is het al waarheid geworden in ons hart? Dat we zien wie wij geworden zijn. Na onze diepe bondsbreuk in Adam. Wij die smartelijk God de rug en de nek hebben toegekeerd. Met het voornemen om nooit meer weder te keren. In welke staat zijn wij wel niet gevallen? In een staat... In zo'n diepe afgrond, zulke diepe verlorenheid in ons bondshoofd Adam, dat er van mensen wegen geen doen meer aan is. Het kan niet. Vanuit onze zijde onmogelijk. Maar het is nou de opzoekende liefde des vaders door zijn geliefde zoon. Verloren zondaren te wederbaren. Dat heeft de bruid in het Hooglied ondervonden. Ze heeft door de ogen des geloofs hem mogen omhelzen. Koning Salomo, hij beschrijft hier een eeuw voor Christus. Die gemeenschappelijke onderhandelingen die daar geschied zijn. Mijn liefste is de mijne. Zo heeft de bruid beleden. En ik ben de zijne. Die wijdt onder de lelie. Zij heeft haar liefste mogen beminnen. Omdat hij haar eerst heeft lief gehad. Die roos van Saron. Dat ziet op die bloedwonden van Christus. Bloedende liefde van de bruidegom. Die lelie der dalen. Die in de laagte wordt gevonden. Die blanke borg gerechtigheid van Christus. Het voorjaar was immers gekomen. Zo heeft zij eerder beleden. De bloemen werden gezien op het veld. Want zie, de winter is voorbij gegaan, de plasregens zijn gekomen. En die hof, die is weer gaan ontkiemen. De stem van de tortelduif werd gehoord in de landen. Maar nu is er weer verachtering gekomen in de genade. Ze wordt beproefd. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. Zoals die schapen onder de roede werden doorgeleid door die ene poort. Dat ziet op Christus, zoals die roede ieder schaap daar onderdoor moest gaan. En daarna zal ik u brengen onder de band, in de band des verbonds. Zo onrustig als een schaap. Dat gedwaald heeft in het rond.
En dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En daarin, ik zocht des nachts op mijn leger hem die mijn ziel lief heeft. Maar ik vond hem niet. En ik zei, ik zal opstaan en in de stad omgaan, in de wijken, in de straten. Ik zal hem zoeken die mijn ziel lief heeft. Ze beleidt het zomaar in twee zinnetjes. Tweemaal. Hem, bij hem moet ze zijn. Ze is immers ondertrouwd. Gelijk als ze eerst ook zeiden, gelijk Rutte Moabitisch is ondertrouwd geworden met een Boas, de weldoener. Ze kan niet meer zonder hem. Ze heeft de weldaden ontvangen van de weldoener, maar de weldoener heeft zij nu ook nodig. Juist nu in de nachten van aanvechtingen, in de nachten van strijd en zorgen, in de nachten van haar verlorenheid. Ze wordt uitgedreven. Dat is het. Naar hem. Ze kan het met het oude niet meer doen. Haar ziel is mager geworden. Zij verlangt weer naar water voor haar ziel. Een water. Gelijk het dorstige land in het voorjaar. Dat water weer mag opnemen. En daarin alles weer zal bloeien en groeien. Dat daarin de stem haar liefde weer wordt gehoord. De stem haar liefde. Zij is gekomen in die stad. Ja, bij de wachter. De wachters, die eigenlijk niet echt op wacht stonden. Waarom stonden zij daar? Ze waren niet rijkhalzend uitziende naar de belofte des heils. Maar de bruid hier in tegendeel juist wel. Zij is daar door de trekkende liefde des vaders gebracht. In die grazige weide van Gods woord, van zijn eeuwig blijvende getuigenis. Toen ik een weinigje van hem weggegaan was, vond ik hem, die mijn ziel lief heeft. Hij die haar eerst heeft lief gehad. Kanttekenaren zeggen hierbij te weten een weinigje tijds op de plaats, gelijk Hebreeën zegt, een weinig dat ik van hem was voorbijgegaan, totdat ik vond. En hierbij is vervuld de belofte van onze Heer Jezus Christus. Matthäus 7, vers 7. Zoekt en gij zult vinden. Daar die gebedsverhoring. Zij is hier zoekende met de bede in het hart om de straten gegaan, in de wijken daar in die stad. Bid, zonder ophouden. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt, klopt. En gij zult open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Zij moet daar geleid worden. Het was donker. Zo kan zij beleiden. Het was donker in mijn bestaan. Maar ik ben doorgeleid. Door die enge poort. Zij is geleid. Naar de liefste. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt.
en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinig zijn er die dezelfde vinden. Rusteloze ziel, dat uiteindelijk de rust mag vinden in haar liefste, in hem, die haar ziel lief heeft, die haar kent, die haar in de onderhouding der genade wil schenken. Sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, en het gewaad des lofs voor het benauwde geest. En ik vond hem, die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast, ik liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had, in de binnenste de kameren van degene die mij gebaard heeft. Daar zit een hele prediking aan vast. Kanttekenaren zeggen hierbij: te weten met de hand des geloofs. Zo, door het geloof, met de hand des geloofs, mocht zij hem vasthouden. En gelijk die vrouw, die daar in die drommende menigte, de zoon van de klederen van de Heere Jezus, in het geloof heeft mogen aanraken. En er ging kracht van Christus uit. Die wordt ook verwezen te weten met de hand des geloofs. En dan wordt hier verwezen naar Spreuken 4, vers 13. Efeze 3, vers 17. Colossense 1, vers 23. Maar ook naar het begin. Genesis 32, vers 26. En nu worden Gods kinderen elke keer weer teruggebracht naar het begin. Genesis 32, vers 26, als ik me niet vergis. En hij zeide: laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Daarin, waar Jacob's heup verwrongen was, waar hij in een heilig worstelen is geraakt, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Jacob, waarvan gesproken is, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Jacob, in die geloofsoefeningen, in die heilige onderhandelingen, ook onrustig. Gelijk als de bruid. Die dageraad die was opgegaan. Laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En dat die plaatsen. Maar die heilige naam aan zijn hart is verbonden. Dat een peniel zal worden. God heeft gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. En daar zal die zon gaan reizen. En Jacob zijn leven. Jacob die naamsverwisseling mocht ontvangen. Israël. Ik heb u bij uw naam geroepen, o Israël. Gij zijt mijn. En daar die zon rees op te Peniel,
en hij was hinkend aan zijn heup. Maar zijn ziel was gered en God heeft zijn tranen willen drogen. En zo is het nu ook bij die bruid in het Hooglied, die in de binnenkamer en daar is gebracht. Ze kan niet meer zonder haar liefste. Mijn liefste, zo zal ze het later ook nog eens belijden. Mijn liefste is blank en mijn liefste is rood, dragend de banier boven 10.000. Ik hield hem vast en ik liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht heb. De kerk, zo zeggen de kanttekenaren, geeft hier te kennen dat zij door de genade van Christus wedergevoelend zijn in de gemeenschap, in de volstandigheid daar ook in te willen blijven. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent, o dierbare Christus. Mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Hij is kijkende uit de vensters en hij is blinkende uit de traliën. En die liefde, die vergaat nimmer meer. En die liefde doet wijken van alle kwaad. En zo blijven nu geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Beminnelijk vorst, ja, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen, ja, verre te boven. Genade is op uw lippen uitgestort, die is geëvenlijk van God gezegend wordt. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, daar hebben we zo eventjes ook van gelezen, dat zij gereed moesten staan. En die 60 helden rondom Salomo, ze stonden gereed, omdat die meerdere Salomo, die leeuw uit Juda's stam, is opgestaan voor zijn volk en kinderen, oneindig groot en goed, omdat zij de vrede hebben geproefd, de vrede die alle verstand te boven gaat. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt. Ach, dat gij de liefde niet opmaakt, nog wakker maakt, totdat het daarzelfde lustte, totdat hij komen, in het gewaad zijns woords, en daarin met lust bevangen te worden. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent, en daar die gemeenschap, maar ook daarin die gemeenschap der heiligen, in de vergevingen der zonden. Wie heeft lust den Heere te vrezen? Ja, het Allerhoogste en dat eeuwige goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Heere, wijs mij toch uw wegen, ja, die gij wilt dat ik zal gaan, tot dezelfde maak genegen. Ja, mij en doe mij die verstaan, kom alstublieft op de plaatsen waar God u echt hebben wilt. En als u het niet zeker weet, en dat moet altijd, de knieën buigen en dan maar bidden, oprecht. En dat gebedje wordt nooit oud, hoor, maar bid dan maar, Psalm 25, vers 2. Heere, wijs mij toch uw wegen, die gij wil dat ik zal gaan, ook als het gaat om iedere stap in uw, jouw, mijn leven, om daar te mogen gaan, tot Gods altaar, tot God, de bron van vreugde, om daar te mogen juichen, met stem en snaren, ter roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd, ja, mij eindeloos verheugd, omdat die vrede door die vorst Immanuel in de harten wordt geboren, niet op aarde. Hoef u mij niet uit te leggen, dat hoef ik u ook niet uit te leggen. Hier op aarde is alles nog ten dele. Maar strakjes, dat zal uit loutere soevereine genade zijn, omdat het wonder steeds groter mag worden, maar strakjes, in de hopen des eeuwige levens, dan is het volmaakt.
Hier op aarde, mensen verwachten zoveel van elkaar. Mensen verwachten heel veel. Maar wij zijn maar nietige aardwormpjes. En we zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En u moet van mij niet verlangen dat ik alles weet. En u hoeft het ook niet van de beste theoloog of van de beste leraar te verlangen dat hij alles weet. Dan gaat er maar om of dat de zaken in het hart zijn uitgestort, of dat de woorden uit Gods woord, of dat die zaken zijn geworden in het hart. Opdat hij zich aan uw ziel verklaart. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Daarin die onderhoudende genade, ook juist na ontvangen genade, weer te ontvangen. Totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht heb. In het binnenste de kamer degene die mij gebaard heeft. Die mij ontvangen heeft. Daarin wordt de ziel verklaard. Hij heeft mijn ziel gered. En mijn tranen willen drogen, niet zomaar, maar op rechtsgronden, om de verdiensten van de Heer Jezus Christus willen. Die het zwarte Moriane bestaan heeft willen doen afwassen. Waarvan de knecht David en waarvan de patriarchen hebben getuigd. Gena, o God. Gena, hoor mijn gebeen, zie hoe een boeteling pleit. Reinig mij van al mijn vuile zonden, was en reinig mij. En door het water uw genade, door hem die mijn ziel lief heeft, die mij gebaard heeft, de binnenste kamer. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijn, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker, maar totdat het dezelfde lustte. Dat is een woord. Als ik dat wonder vatten wil, dan staat mijn verstand ook met eerbied stil, hoor. Totdat het haar lustte. Totdat het op Gods tijd zal zijn dat hij zijn zoon weer aan ons zal openbaren. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn? Vanuit die huilende wildernis van haar bestaan. Die zwak geloven. Die daaruit dat zonde bestaan getrokken worden. Als rookpilaren brood met mirren en wierook. En met allerlei poederen des kruideniers. Ze kanttekenaren zeggen hierbij: door de mirren en de wierook moet men verstaan worden de verdiensten van Jezus Christus. En bij de poederen wordt verstaan de vruchten der wedergeboorte. De poederen des kruideniers. Ja, zo wordt de gelovige, de oprecht gelovige, hier versierd met die heilige versiering en met die heilige reuk. En zo, door de verdiensten van Christus, zij zullen niet vrezen voor de vurige pijlen die op hen afgeschoten worden. Ze vrezen niet voor de schrik, zo zegt de kanttekening, des nachts voor de pijl die des daags, of voor de pijl die des daags vliegt. Als ze maar weer in die binnenkameren worden gebracht tot haar liefste. Er wordt hier gesproken in het 7e vers, maar een kort hoofdstuk, maar zie je het bed dat Salomo heeft. Daar zijn 60 helden rondom en van de helden Israëls. En dan worden wij toch weer gebracht naar de kanttekeningen. Dit zijn schijnende woorden voor de bruid te zijn.
Zijn bed is het bed als van de bed van Salomo. Daar wordt in hier afgebeeld de ware kinderen Gods, die in Christus bewaard worden. Dat het daar, dus in die binnenkaren, nog voortreffelijker is, nog beter is. En daarin ook die 60 helden rondom, en van de helden Israëls, zijn kloeke, dappere, strijdbare helden. Zoals ook David aan het einde van zijn leven, maar ook daarvoor, dappere helden heeft gehad rondom hem. Die daar dat water met gevaar voor eigen leven uit Bethlehems borrelput hebben gehaald. Waar David op de uitkijk was, zijn ogen gericht naar Bethlehem. Bethlehem betekent immers broodhuis. Maar daar was ook die heerlijke bormput, dus dat echte frisse, constant in bewegende water. En wat die helden met gevaar voor eigen leven tot een David hebben gebracht. Dus een David had ook helden rondom zich. Strijdbare, kloeke helden. Hoort God, o held, uw zwaard aan uw zijde. En zo die Filistijnen te kunnen wederstaan. Daar met gevaar voor eigen leven. Dat verse, levendigende water. Daar naar een David toe te brengen. En David, toen hij het water ontvangen had. Hij sprak, zou ik het bloed drinken. Van deze helden die met gevaar voor eigen leven. Dat water, dat kostelijke water. Wat ziet op Christus. Naar hem toe hebben gebracht en goot dat water uit als een offer, zijn dankoffer voor den Heere. En wij zien ook bij Gods kinderen dat daar in die rechte dankbaarheid ook dat dankbaar offer wordt uitgestort. Zoals een Maria die die heerlijke olie, die nardus over het gezegende middelaarshoofd van de Heer Jezus heen goot. Gij hebt mij met verse olie overgoten. En David, toen hij gezalfd werd tot koning, daar werd hij gezalfd ook met heilig olie zoet. Met een grote, sterke hoorn, rijkelijk verzadigd met olie. Zo werd hij gezalfd. Dat ziet op de sterke Davidszoon, op de gezondene des vaders, wiens rijk geen einde zal hebben. Wiens rijk voor eeuwiglijk zal bloeien en groeien. Eeuwig zal bloeien, de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon, die meerdere Salomo, en die koning Salomo, hij zal daar schitteren en blinken, die meerdere Salomo, waarvan de koningin van Sheba het heeft moeten uitroepen toen zij al die schatten zag, meer dan Salomo is hier. Meer dan Salomo is hier. Het is de uitstortende liefde des vaders in de harten. En hij zal ze versieren, hij zal ze lieflijk doen ruiken. Naar de meren wierook en allerlei poeders des kruideniers. Door de verdiensten van de Heer Jezus Christus. David, hij had ook helden rondom zich. En Salomo ook 60 helden. Allemaal helden van Israël. En als we nu zien naar Israël, dat in hele korte tijd, 1 à 2 maandjes, hebben ze bijna die gehele de terreurbeweging van Hamas uitgeroeid. En daarin zien wij ook de hand Gods. Dus dat daar ook in Israël dappere helden zijn. Waarin dat leger, en ik hoop en ik bid ook,
dat Israël, dat daar het deksel van de harten en de schellen van de ogen mochten vallen. En dat ze de Christus de schriften zouden mogen belijden. Want we zien toch wel, hè. Ik hoop dat u het ook mag zien. Dat God met Israël is. Want God met ons in Emmanuel. Hij is die vredevorst. Hij zorgt voor Israël. Dat zien wij. Of u bent er blind voor. Of u wilt het niet zien. Ik geloof ook wel dat velen die eigenlijk tegen Israël zijn, stiekem in hun hart ook wel gevoelen. Hoe zit dat nou met Israël? Hoe kan dat nou? Dat Israël in het grote meerdere deel telkens maar weer bewaard wordt. Maar er zoveel raketten worden afgeschoten op Israël en telkens worden onderschept. Ja, dat moet toch wel een wonder zijn van God. Dat is een wonder van God. Dat we het op rekening van hem zouden mogen schrijven. Hij die zorgt voor Israël. Bid dan om de vrede van Jeruzalem. Bid om de vrede van Jeruzalem. Want hij zal zorg dragen. En hij zal die helden daar doen gebieden. Dat zij door de krachtige hand Gods zullen overwinnen. Want God de Heer regeert. Beeft gij volkeren eert. Eert zijn hoofdbestel. Die bij Israël tussen Gerubs woont. En zijn hoogheid toont. En dat heilige opperwezen. Ja, wilt hem toch eeuwiglijk vrezen. En dat daar die verwondering mocht zijn. Meer dan Salomo is hier. Dat hij zorg draagt. Dat je eigenlijk mag wegzinken. In die onderhoudende liefde. In die onderhoudende genade. Hier op aarde nog ten dele. Hier op aarde kunnen we nog maar een woordje van stamelen. Maar straks. In binnend opzien. In de hopen des eeuwige levens. Verzadigd te mogen worden. Met zijn goddelijke beeld. En daarin de koning van Salomo. Hij heeft een koets gemaakt. Van het hout van Libanon. Gods wagens. Boven luchtig zwerk. Zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Ja, verdubbeld in getalen. Want bij u, o Heer, is de levensbron. En uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Die belijdenis, gij hebt ons eerst lief gehad. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Johannes 3, vers 16. Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gezonden heeft. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Ja, maar het eeuwige leven zal hebben. Het geloof doet haasten en vlieden om ons levenswil. Haast u en spoed u om uw levenswil. Zoals die herders haastiglijk daarheen gingen. Nadat de engel des Heren tot hen gesproken heeft. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap. Die in al de volkeren wezen zal. Namelijk dat uw heden geboren is. De zaligmaker. Welke is de Heer Jezus Christus in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden. In doeken, in winselen gewonden. En liggende in de kribbe. En daarin. Die pilaar der vastigheid, dat is de Heer Jezus Christus. En de pilaren derzelfde zijn gemaakt van zilver. En haar vloer van goud en haar gehemelte van purper. Het binnenste was bestrijd met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Maar nu heeft God zijn enige geboren zoon in die beestenstal van ons bestaan willen doen leggen. Hij heeft die hoge hemel, hij heeft dat paleis willen verlaten. Waar de straten de vloeren zijn van goud en het gehemelte van purper en het binnenste bespreid met de liefde. Hij heeft die hemelse heiligdom men willen verlaten. En hij is uitgegaan. Hij is de gezondene des vaders om juist te zoeken die zwarte bruid.
Hij is het. En die bruid wordt dan geleid in de binnenkamer. In de binnenkamer waar het veilig is. Hij die mijn ziel lief heeft. Hij die ook die onderhoudende genade bij de voordeur wil schenken. En nu gaat uit en aanschouwt gij dochter Sions, de koning Salomo, met de kroon waarmede zijn moeder hem kroonde op de dag zijn de bruiloft en op de dag de vreugde zijn harten. Gekroond. Kroont hem met een gouden kroon. Hij is het waard om die kronen des levens te ontvangen. Hij, wiens naam een olie is en een heerlijkheid. Ja, de meerdere Salomo. Dat wordt gezien op Christus. Die de glorie, alle kinderen Gods zullen hem aanschouwen. Verzadigd. Die bruiloft des lams. Zo die kronen aan zijn gezegende middelaarsvoeten te mogen neerwerpen in verwondering, in aanbidding. Om daar de koning met triomf te aanschouwen, verzadigd. Verzadiging van vreugde. Gij maakt eerlang mijn levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. De lieflijk heen, in gunst op mij gewend, schenkt gij het kort hier op aarde. Verzadiging van vreugde, de lieflijk heen. Ja, van zalige hemel leven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Want die sterke rechterhand heeft ons gered. En hij doet door haar daan de wereld beven. Houd door zijn hand Gods volk in stand. Ontsluit, ontsluit voor mijn reden de poorten der gerechtigheid. Zo zullen wij binnentreden. Voor die trekkende liefde, die ontfermende liefde van God. Door vorst Immanuel. God met ons in Immanuel. Zie op ons. Die gunst van boven. Die beden, die hopen, die gegronde hoop. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegt. Doordat hij ons in die binnenste kamer van eeuwige ontferming en van liefde heeft gebracht. Zie op ons, in gunst van boven, wees ons toch genadig, Heere. Om hem te mogen kronen, met die gouden kroon. Want hij is het waar. Hij heeft zich willen laten doen tonen. God de Vader zijn enige geboren zoon in deze zondige wereld heeft willen doen zenden. Dat dierbare kind, o stof van vreugde, het geschenk van het goddelijke alvermogen. Hij in Bethlehem geboren, Bethlehem, broodhuis. Hij is het brood des levens. En toen moeder Naomi hoorde dat er in Bethlehem weer brood was. Bethlehem betekent broodhuis. Toen keerde zij met haar dochteren vanuit dat Moabitische der zonde weer terug naar Bethlehem. De landstreek van Israël. Maar daar precies op die grens. Daar kwam de scheiding openbaar. Daar zien wij ook dat beeld. Twee gingen op naar de tempel. De ene was een fariseer en de andere was een tollenaar. En daarin, Orpa en Rut, beide weenden. Beide waren ontdaan. Zo ook bij de wijze en de dwaze maagd. Totdat het erop aankwam. Totdat ze op die grens kwamen. Toen bleek een Orpa, dat Moabitische der zonde weer lief had gekregen.
gelijk een Demas ook, die zondige wereld weer lief heeft gekregen, een ogenblik verlicht geweest, een tijdje verlicht, als een hond weer tot zijn uitbraaksel gekeerd, als een gewassen zeug tot de wentelingen des slijks. Maar dat is toch wel een stuk. En daarin zal bij Rut in haar harte hoop wel geweest zijn. Heere, weldoener, waarom was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren en die gij geen ontferming gunt. Zo heb ik er ook gezien in mijn leven, die ook opgingen. Die mochten proeven en smaken dat het goed was in Gods huis. En zondags uitgebreid naar iedereen zwaaien. Kom, ga met ons en doe als wij. Toen was het maandagmorgen. Toen was het alles kwijt. Ja, maar geloven, op zondag doen wij dat. Op de Shabbat. De bruid in het Hooglied, ze was onrustig. Weet u het nog? In de nacht van haar verlorenheid. En ze zei niet, op Shabbat ga ik hem zoeken, mijn liefste. Want dan is de tijd... Nee, 7 dagen in de week is het tijd. Zoek den Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man verlaten zijn ongerechtige gedachten. En hij wentelen zich op den Heere. De bruid uit het Hooglied zei niet, we wachten maar tot Shabbat. En dan kunnen we van de mensen gezien worden, dan kunnen we in ons zwarte pakje zo over de straten lopen met onze hoge hoeden. Als u de plaat van de brede en de smalle weg bekijkt, dan ziet u daar allemaal kerkmensen op die brede weg lopen. Hoge hoeden, ze kijken naar links en naar rechts. En hoe is het op maandagmorgen? En hoe is het op dinsdag? En hoe is het op woensdag? Hoe is het op donderdag? Hoe is het op vrijdag? Hoe is het op zaterdag? De bruid was onrustig. Onrustig. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in God. Hij is de ware rustaanbrenger. De ware Silo. Totdat Silo komt. Totdat het dezelfde lust. Totdat het uurtje dat... uurtje van Gods midden, van Gods welbehagen aanbreekt. Daar de vreugde zal opgaan in de harten. Het is ons eten en het is ons drinken. Om hem te overdenken op onze leger, op onze legerstee. Hem, en die mijn ziel lief heeft, ik zocht hem. Maar hij, haar liefste, heeft haar gevonden. Hij is het. Waar haar hart helemaal naar uitgaat. Nu niet alleen maar nog op de Shabbat. Niet alleen op de vooravond van Shabbat. Maar nu op alle dagen van de week. Ik laat u niet gaan. O dierbare Emmanuels vorst. Tenzij dat gij mij zegen. En hoe zal hij nu dierbaar worden? Als God zijn zoon aan ons openbaart. In die liefde. In die vrede. In die onderhouding. Van recht. En van gerechtigheid. En van genade. God is barmhartig en genadig. Ja. Maar hij is ook zeer rechtvaardig. En daarin. Bemiddelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen verre te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Is geëeuwiglijk van u gezegend worden. Hier ja, zo komen we aan het einde van deze Bijbellezing. U weet waar ons hart mee vervuld is geweest. Dat u het zonder vergeven. En als er een woord mocht zijn... Als van u was, wilt u het rijkelijk doen zegenen? Neem onze stamelende dank alstublieft aan. Niet omdat wij iets verdiend hebben. Maar
Laat uw eer nog klimmen uit het stof. Om uw naam zijn. Amen.